leven slachtoffer worden. Wat weten we nog niet? Dat is mijn vraag aan deze minister. Ik kan me niet voorstellen dat hier een minister staat die zegt, het gebeurt al 10 jaar, maar ik wil eerst even weten wat er in Staphorst is gebeurd. Dank u wel, mevrouw Simons. Er is heel vaak in deze Kamer beweerd dat ik geïrriteerd zou zijn. En dit is het moment, voorzitter. Nu ben ik geïrriteerd. Want al 11 jaar lang worden mensen in elkaar geslagen. Door de politie of door mensen die door de politie alle kans daartoe krijgen. En hier staat de minister... Ja, mevrouw Simons. Mevrouw Simons, dit... Ik ben geïrriteerd. Mevrouw Simons... Ik snap de emoties die dit oproept, maar het is geen debat, het is een mondelinge vraaguur. Dus ik moet ook even zorgen dat iedereen aan bod komt. Het woord is aan de minister nu. Ik probeer even mijn woorden te vinden, want ik voel minstens net zoveel irritatie. Ik laat mijn politieagenten niet op deze manier wegzetten. Ik laat mijn politieagenten niet wegzetten alsof ze wel bewust, doelbewust, op burgers afstappen om hen in elkaar te meppen.